De Franse adel amuseert zich op een van de vele extravagante feesten. Koningin Marie-Antoinette kijkt toe en geniet van het bonte gezelschap. Maar is iedereen wel gediend met de verkwistende uitspattingen aan het hof? De moeder van Marie-Antoinette, Maria Theresia, de keizerin van Oostenrijk, keurt ze af. En het gemor van het hongerlijdende Franse volk neemt toe. Prinses de Lamballe en Marie-Antoinette krijgen weet van het protest en de radeloosheid slaat toe. Het volk is woedend. Het wil de kop van Madame Déficit. Zijn de dagen van Marie-Antoinette aan het Franse hof geteld? Het is uw eigen schuld, Marie-Antoinette. Uw eigen schuld. Marie-Antoinette slaat op de vlucht met de koets van haar minnaar, Graaf von Fersen. Marie-Antoinette, een historisch muzikaal spektakel gebaseerd op het levensverhaal van de laatste koningin van Frankrijk. Met een topcast en meer dan 200 acteurs en dansers, gespeeld op het water voor het kasteel van de Prinsen de Merode in Westerlo. Een creatie van Luc Stevens met muziek van Sam Gevers. Info en tickets op historalia.be.